Hola amigos en welkom bij een nieuwe game video hier op Aldus Games. En vandaag gaan we verder met onze serie hier op Aldus Games, genaamd The Sims 3 Exotisch Moord Island. En ik hoop dat jullie vandaag weer veel zin in hebben, want ik heb er veel zin in, jongens. Zoals jullie de vorige video niet hebben gezien, weet even zeker dat je die checkt, want er is wat ontzettend cools gebeurd. Want onze vrouw is zwanger geworden. Holy shit. Het is Valerie Vidal, onze chick, die we hebben gefixt twee video's geleden. En in de vorige video is ze gewoon zwanger geworden. En ik weet niet of jullie dit hebben opgemerkt, maar er ligt freaking sneeuw buiten. We kunnen letterlijk misschien in de sneeuw gaan spelen. Ik heb geen idee of er zoveel sneeuw genoeg is. Maar kijk even hoe het eruit ziet. Het is echt gaaf. Het is gewoon een eiland en nu is alles gewoon lekker wit. Nou, niet helemaal wit, though. Het is wel een beetje kleurig. Nu valt het eigenlijk best wel mee. Volgens mij was het gewoon een beetje, weet je wel, van dat wat je normaal in de ochtend hebt, weet je wel. Als het gras een beetje nat is, dat kleine spul. Oké, Havermoutduivel is net voor de eerste keer geleid door een sim zonder richtingsgevoel. Weet ik van wat er gebeurde met de Havermout, maar dat boeit me niet. Jongens, wat we vandaag gaan doen. Oh shit, het herfstfestival is weer in de stad. Net op tijd voor spookdag. Nou, volgens mij is het winter nu, game. Ik snap er niks van. Waarom gebeuren er allemaal zoveel rare dingetjes opeens? Ik snap er helemaal niks van. Er gebeuren allemaal zoveel rare dingen opeens. Ik snap er niks van, want het is blijkbaar herfst. Au, dat was mijn bureau. Het is blijkbaar herfst volgens de freaking game. Terwijl hier gewoon freaking winter staat. Ik snap er helemaal niks van. En het weer, hoe het is -5. Snap er helemaal niks van. Hé, wat kom jij doen? Kom jij een krantje neerleggen? Wat zit jij te doen? Kom je een krantje neerleggen? Nou, dan weten we genoeg. Even kletsen. Nou, ik ga jou eens even een klap verkopen, meneer. Oh, hij rent weg. Oh, hij rent weg. Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, hè, meneer. Hier, mijn vrouw, die gaat hem gewoon vermoorden. 3, 2, 1. Violent aggression. Crack the neck. Ik hou van Sims die op het zich nemen. Ik hou van Sims die het op zich nemen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Laten we elkaar wat beter leren kennen. Wilt deze man gewoon vreemd gaan met mijn vrouw? Like, are you kidding me? Hij vindt mijn vrouw leuk. Sorry hoor, maar dat ken niet. En dan rent hij ook nog weg. Wat een poesie. Snap er niks van wat een boobie bibi zeg. Een poesie, ja, een boobie bibi is een poesie. Dus ja. Hier, Valerie Vidal, die zorgt wel goed voor het paard. Dus dat is wel goed. Nou, misschien ook weer niet, maar... Nee, volgens mij niet. Laat boobie bibi eens lekker slapen. Valerie. Valerie Vidal, wat zitten wij even doen? Zitten we even een rol in te leggen in die pot? Nee, toch niet. Oké. We gaan even lekker ontbijtje maken, jongens. Ik vind het goed voor een lekker ontbijtje. Dus even kijken. Ontbijtje opdienen. Want ik ken ze ook even eten. We gaan pannenkoeken eten. Geen wafels vandaag. Het is geen tijd voor wafels, jongens, vandaag. Nee, het is geen tijd ervoor. Laten we dat eventjes niet doen. We hebben trouwens hier altijd een bar staan. Zagen jullie dat nu pas? Of, ik zie het nu pas, hè. Dat hier gewoon een bar staat. Ik snap er niks van. Kent ze niet... Alsof ze me hoort. Alsof ze me nu hoort. Dat ze nu freaking dit voor het eerst doet. Dit is zo eng. Bonehill, hoor je mij of zo? Want ze zitten letterlijk drankjes te maken. Holy shit, dit is echt... Bonehill, die merk B. Jongens, Bonehill is B. Hashtag Bonehill is B. Maak het trending hier in de reacties. Ook al kan dat niet als een trend. Maakt niet uit. Ik vind het hartstikke leuk als jullie haar even supporten. Eigenlijk moeten we even een kaartje maken of iets voor Bonehill. Niet dat Bonehill echt bestaat, maar we kunnen net alsof doen, weet je wel. Gewoon lekker iets doen voor Bonehill. Bonehill is echt een cutie. Oké, we gaan letterlijk eventjes wat neerleggen voor Boobie Bibi. Want dan kan ze eventjes spelen met een bolletje wol. Of met een kou-kou-wou speeltje. Dat is een hotdog. Heel mooi. Waarom zit ze hier op een laptop? Heeft ze net serieus haar laptop hier neergezet dan? Ja, zet ook je waterski maar neer. Zet je waterski maar buiten neer, joh. Ken zeker niet. Oeh, die auto wel. Die auto kunnen we misschien wel even neer ergens zetten. We hebben een paraplu. De vier hoeken van de wereld. Nachtelijke mysterieuze uitstapjes. Oeh. Als jij dat boek nou even gaat lezen. Je bent zwanger, jongen. Oh, een meisje bedoel ik. En wij zitten nog lekker te koken. We kunnen Bonehill misschien ook vragen om te koken. Met Bonehill klets. Oh, dat kunnen we doen. Nou, dat vind ik... Bonehill, wat doe je nou? Stop je nou al die spulletjes gewoon weer terug? Dat is niet de bedoeling. Nee, daar gaan we niet voor klappen hoor. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Weet je wat leuk is? Boobie Bibi doet elke dag een krant kapot maken. Hier lag letterlijk een stapel met kranten. En ze gaan
steeds maar op. Ik vind het prachtig. We gaan even een muziekje neerzetten. Ik weet niet waar we dat neer gaan zetten. Ja, we zetten het wel hier neer. Dat is wel heel lelijk. Ik zet hem hier op de grond. Zo, dan kunnen we even een muziekje opzetten misschien. Dat lijkt me wel leuk. Aanzetten. Zo. Ho, jongens! Oh. Waarom gewoon even een pannenkoekje eten? Hier. Huishouden aan tafel roepen. Kijk, als iedereen even lekker gaat eten, weet je? Gewoon lekker chill. Boonhilde mag ook zelfs eten, maar dan valt het doorheen. Want ze heeft geen slokdarm en geen maag en alles. Dus ik vind hem goed. Oké. Okay. Trouwens, ik vind ons huis aan de ene kant best wel klein, maar ik vind het juist ook wel leuk. Dit is best wel een groot huis, hoor. Maar weet je, er zit hier verder niks. Kijk, we hebben hier ook nog wel een gym en alles. Maar eigenlijk is het toch best wel klein ook weer. Dus ons nieuwe huis, waar we nog steeds verder mee moeten gaan. Sorry daarvoor. Ik denk dat we het ook niet meer gaan halen. Maar misschien wel. Ik weet niet. Maar eigenlijk is het huis ook best wel klein, hoor. Als je het zo verder ziet. Maar van buiten ziet het er best wel groot uit ook. Zie je? Maar eigenlijk is het best wel klein van binnen. Als je het van buiten dan zo ziet. Ik weet niet, het viel me even op. Er is letterlijk niemand aan tafel gaan zitten. Hè? We eten hier letterlijk in ons eentje. Ik neem een snel drankje. Dan zijn we gelijk helemaal teut. Helemaal dronken. Nee, grapje. Jongens, don't do the alcohol. Ik wilde wat zeggen, maar het kwam er niet uit. Ik weet niet of je dat merkte, maar oké. Okay. Nou, hij neemt een lekker drankje. Plus 300. We hebben vakantiegeld gekregen. Nou, fijn dit. Nu weet ik waarom ik haar hou hier in het huis. We krijgen gewoon vakantiegeld van ons baantje. Is het vakantie dan? Is het kerstvakantie? Nou, dan moeten we de kerstboom maar neerzetten. Want het is winter, though. Welke dag is het vandaag? Het is maandag, week 3, dag 2. Nou, daar kunnen we niet heel veel van zeggen. Nou, zij gaat letterlijk eventjes haar boekje doorlezen. Ik hoop dat het goed met de baby gaat. Die baby, jongens, wordt echt B. Wordt echt leuk. Ik doe deze balkjes bij haar wel aanpassen. Want als je zwanger bent, gaan die balkjes heel snel op. Of opeens gaan ze heel snel rood. En dat is niet fijn voor de baby natuurlijk. Of nou, weet ik eigenlijk niet. Maar we doen het maar gewoon niet. Vandaag gaan wij met Dirk Duivel ergens heen. Waarom gaan we naar de bios? Theater bezoeken. Les drums. Volgende voorstelling. Er is nu geen voorstelling. Kom later terug. Oké. Okay. Volgende voorstelling om zo laat. Oké. Okay. Zullen we dan naar de bios gaan? Lijkt me wel leuk. Of boekenwinkel. Ja, we gaan even boeken kopen. Dat vind ik leuk. Dat vind ik altijd leuk, weet je. Gewoon een leuke titel kopen. Hartstikke mooi, vind ik dat. Och, weet je waar we dit ook doe aan denken, trouwens? Deze stad. Oh, er komt een geest uit. Die hebben we ook vast vermoord. Edward Drake. Volgens mij hebben we die vermoord, ja. Doe me denken aan Curaçao. Jongens, ik weet niet. Zijn jullie ooit wel eens in Curaçao geweest? Want ik wil echt daar nog een keertje heen. Weet je, of deze zomer wil ik daar nog heen. Of een andere keer. Ik zou zo graag naar Curaçao willen. Ik vind het zo mooi in Zalo. Ik weet het. Wel heel ver vliegen volgens mij. Jongens, het sneeuwt. Het sneeuwt in Curaçao. Of in Isla Paradiso. Ik vind het prachtig dit. Ik wist niet dat het kon in Isla Paradiso. Want het is wel, ja, natuurlijk kan het wel. Het is maar gewoon een eiland. Maar ja, het is zo'n zomers eiland. En opeens gaat het allemaal sneeuwen. Het is niet goed hoor, jongens. Het is niet goed. Nou, oké. Okay. Maakt mij ook niet zoveel uit. Waar blijven we, jongens? Oh, we zijn er al. Gaan we eens even een lekker boekje kopen. Jongens, 3, 2, 1, proost. Ik heb één slokje. 3, 2, 1, pok. Zo. Lekker, jongens. Oké. Okay. Oké. Okay. Recept voor Viva Voortplant Elixir. Alchemie. Oeh, dat kunnen we gaan doen. Wat voor fotografie deel 1? De dop van de lens halen. Is dat letterlijk de naam van dat boek? Die naam is zo goed voor deel 1. De dop van de lens halen. De dop van de lens halen. Nou, stap 1. Deel 1. Koken, te veel zout. Nou, koken die hebben we niet echt nodig. Want we hebben huidige vaardigheid niveau 4. Misschien kunnen we wel een nieuw kookboek kopen. Misschien is dat wel leuk. Even kijken. Een kookboek. Vis met patat. Oh, als we dat leren, kunnen we dat maken. Dus dat is wel gaaf. Oh, hier heb je niveau 5 voor nodig. We kunnen deze wel doen. Zoet-zure snoep. Oh my god, dat wil ik maken. Dat gaan we vanmiddag nog maken, jongens, in het huis. En ik wil koekjes, als we ooit een feestje gaan maken. Ik wil trouwens, ik weet niet of jullie dat een leuk idee vinden, maar als laatste aflevering wil ik een heel groot feest geven. Al mijn beste vrienden uitnodigen. Ja, beste vrienden hebben we er zat van in de game. Maar dan wil ik ze allemaal uitnodigen als een soort feestje. Dan geven ze mij allemaal cadeautjes, weet je, helemaal cool. Maar daarna vermoorden ze allemaal
met een groot vuurfestijn. Met heel veel ovens of zo. Dan gaan ze gewoon leuk dood. Weet ik niet of dat leuk is. Maar dat zien we wel. Dat is altijd wel leuk met vuur. En daarna gaan we ook als afsluiting echt van heel de serie gaan we onszelf vermoorden. En dan leven Booby Bibi en Havenmout misschien nog alleen. Of met Valerie of met iemand anders wat we nog gaan krijgen. Maar dat leek me een leuk idee om als een soort leuke afsluiting een vurig eind, weet je wel, ervan maken. Lijkt me hartstikke leuk. Misschien kunnen we dat wel doen. Als jullie dat leuk vinden, laat eventjes zien met een duim omhoog. En dan kan ik even zien of jullie dat leuk vinden of niet. Oké. Okay. Wow, engelencake. Oh, ik wil niveau 10 hebben. Dan kunnen we ambrosia maken. Ik heb geen idee wat ambrosia is, maar het ziet er zo grappig uit. Ik weet niet wat het is. Het is een pagina van 360 pagina's. Dit 180, gevulde kalkoen. Hoe kan je serieus uitleg krijgen van een recept wat 180 pagina's is? Dan moet het wel heel lekker zijn. Frassicchiata eieren. Dat heeft Paul een keer gemaakt. Dat weet ik wel als een titel. Vruchtengebak. Ik wil wel nog wat anders maken. Ik weet niet. Ik wil nog wel een lekker ander boek of zo. Straatkunst. Het woord op straat. Door Roy Walters. Ik heb het geschreven. Nee, ik heb het niet geschreven. De Zen van bloggen. Oh, dat is misschien wel een leuk boek. Die neem ik mee. Sociale netwerken. Die boeken zijn allemaal veel te veel voor ons. Het vriendenprobleem fixen. Kunnen we letterlijk vrienden met mensen worden? Oh, wat leuk. Basis van alchemie. Nee, ik vind het zo helemaal goed. Ja, ik denk het wel. Algemeen. Oh, misschien kunnen we ook wel even een leuk boek kopen of zo. Computeromleidingen en moederborden. De avonturen van Rex. We hebben nog geen kind, maar we kopen alvast een kinderboek. Bijvoorbeeld hier. Één wolf, twee wolven, weer een wolf, een weerwolf. Die kopen voor ons kind. Zo, we hebben genoeg boeken. $300 aan boeken. Dat is het vakantiegeld gelijk weg van mevrouw Valerie. Hey, dank je Valerie voor de boeken. Oh, wat zijn we erg. Oké. Gefeliciteerd, Havenmout heeft zijn vaardigheid racen naar niveau 60 getild. Ook al doen we geen kut met dat paard. We doen niks met dat paard, hè jongens. We doen niks met dat paard. En dat paard vindt het gewoon helemaal prima best. Ik snap er niks van. Dat paard heeft niveau 6 nu. Maar ik doe nooit wat met dat paard. Snap er niks van. Ik vind het helemaal mooi. Zo. Oké. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Oké, wat we gaan doen. Er ligt zoveel sneeuw volgens mij nu, jongens. Kunnen we iets doen? Hier relaxen. Are you kidding me? Wil jij serieus hier gaan relaxen? Ik wil even zien. Are you kidding me? Hij wil op een handdoek gaan liggen. Wilt hij serieus met een handdoek gaan liggen? Met sneeuw. Deze Sims is echt grandioos raar. Als hij serieus in zijn broekzak gaat in zijn zwembroek gaat liggen. Waarom zeg ik broekzak? Als hij dat serieus gaat doen, snap ik er geen hond meer van. Echt geen hond. Geen hond. Oh my god. Of gaat hij er nu wel aan liggen? Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Gaat hij serieus met een handdoek liggen? Dan ga ik echt lachen. Oh. Ik heb echt een gevoel van wel. Oh nee. Oh my god, nee. Nee, dat meen je niet. Nee, dat meen je niet. Nee, gast, doe normaal. Hij ligt letterlijk te zonnen. Met min 4. Jongen, deze gast is echt de duivel. Deze man, hè. Wat een rebel. Ga er ook maar bij liggen, mevrouwtje. Hier, relaxen. Kom op, weg. Ga maar lekker op je buik liggen. Dan is die baby ook zo geperst, zo gepoft. Oh. Dit is zo naar. Hier. Gaat Booby Bibi ook maar relaxen. Kan ze dat ook doen? Hier gaan liggen. Ik wil ze allemaal in een rondje zien. Hierheen gaan. Kom op. Ik wil het zien. Ik wil zien dat ze allemaal met elkaar zijn. Oh, wat kijk dit nou. Oh my god. Ze zijn letterlijk aan het zonnen met winter. Min 5. Yeah. Dit is echt heel erg. Dit is echt heel erg. Dit is echt heel erg. Hier, Riddler geworden. De lucht voelt wat ijziger dan anders. Dirk voelt de eerste keer een rillinging van kou al op zijn huid. Nee, dat vind ik niet gek. We staan in onze zwembroek, staan wij freaking buiten. We lagen letterlijk net de zonne. Ze ligt hier letterlijk met haar baby een beetje buiten. Een beetje kouder worden. Oh, zij vindt het niet koud of zo. Zij heeft het wel lekker. Nou, daar zijn we echt de duivel, jongens. We zijn echt de rare mensen van de hele wereld. Holy shit, ik snap er niks van. Jongens, het is gewoon letterlijk min 5. Wat doe je dan? Zijn ze helemaal gek geworden of zo? Ze zijn serieus gek geworden. Ik snap er niks van. Er ligt nu overal wel sneeuw, though.
Dat is wel leuk. Sneeuwballen weghouden. De sneeuw is nog niet diep genoeg. Oh, jammer nou. Dat vind ik jammer. Maar we kunnen wel lekker buiten liggen. Sneeuwengel maken. Oeh, kijk hoeveel dingen we kunnen doen. Ik wil een sneeuwiglo maken als we dat kunnen gaan doen, jongens. Letterlijk, onze handdoek was helemaal wit van de sneeuw. Dit is echt ontzettend erg. Dit vind ik echt prachtig trouwens. Ik vind het prachtig. Haafmout kan trouwens naar binnen, jongens, maar doe dat niet. Rond galopperen. Nou, doe je best, paard. Wat is Boebi Bibi aan het doen? Krabben aan de plant. Boebi Bibi, wil je dood of zo? Wil je dood? Nee, Boebi Bibi gaat niet dood hoor. Boebi Bibi hoort bij onze familie. Oké, waarom sta je nou weer in je onderbroek? Oh goed, hij kleedt zich van buiten aan. Aan de hand laten ruiken. Ja, we komen wel letterlijk net uit de douche. Niet dat we een hotdog hebben gevreten. En dat we dan aan de hand laten ruiken. Want dat hebben we vorige keer gedaan. Oh my god. Oh my god. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga avondeten koken. Of nee, we gaan ons nieuwe boek leren. Hebben we die bij ons? Even kijken waar die is. Hebben we die bij ons? Ja. Zoet-zure snoep. Ik wil dat graag lezen. Ik wil dat leren. Lijkt me hartstikke leuk. Oké, en dan gaan we dat snoep gaan we dan daarna maken. Oké, ik wil het gewoon leren. Ik wil heel het boek uitlezen. Ik weet niet hoeveel pagina's het zijn. Kunnen we dat zien? Koekjes. Nee, we hebben het boek vast. Ik weet niet hoeveel het is. Maar we zijn er bijna doorheen. We hebben bijna het boek uit. Yes. Dirk heeft net geleerd hoe je zoet-zuur snoep maakt. Smullen. Is het diner? Is het diner? Hier, zoet-zuur snoep. Het staat bij het diner. Maar ik denk dat het bij elke maaltijd wel staat. Bijvoorbeeld... lunch en ontbijt en late night snack en diner. Oké, het kost letterlijk $48 om freaking zoet zuur snoep te maken. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd hoe dit snoep smaakt hoor, jongens. Dit is de tutorial, jongens. Dit moet je doen. Daar hadden letterlijk uien in en wortel. Zijn ze helemaal gek? Oké, er gaat ook een ei in. Maar ja, dat is ook raar. Het is zoet zuur snoep. Ik weet niet wat je gaat doen. Zoet zuur, dat is gewoon, weet je wel, van die merken in de winkel. Red Band en shit. Die maken altijd van die chemische shit snoepjes. Die zijn dan zoet en zuur. Weet je wel, van die beertjes. En dan zit er... ik snap er niks van wat hij doet hoor. Gaat hij nou koken? Sorry hoor, maar dit is echt verkeerd. Of stond er zoet, zuur, snoep? Het was soep bedoel ik dan. Het was toch echt serieus. Zoet, zuur, snoep en niet soep. Of heb ik het echt fout? Diner eten... oh, er zat wel soep. Er zat wel soep. Waarom is er, wat is er dan zo bijzonder aan? Ik dacht echt serieus dat er snoep stond, jongens. Ik denk echt van, gaan we snoep maken? Dat is wel vet. Maar nee, het is serieus soep. Nu wil ik ook koekjes maken. Koekjes vind ik wel leuk. Dat kan je heel vaak eten. Nu hebben we zoet-zuur snoep. Dat doet me denken aan de Chinees. Ik weet niet waarom. Dat is niks is mis mee met Chinees, maar dat doet me wel aan het denken. Huishouden en taalverroep. Nou, weet je, ik denk dat ze dat wel lust. Moet ze naar de wc? Hoe, ze moet best nodig. Oké, zo. Wat voor muziek staat er trouwens nou weer aan? Dat is echt lelijk. Even overslaan. Vooruit. Zo. Oh, dat is beter. Ik leg die kussens ook even weg. Die rare kussens met veeën stof. Wat niemand boeit. Zo, ik leg het lekker hier neer. Zo. Jongens, dat is onze kunst gewoon in het huis. Holy shit, ze wordt echt al dik. Ze wordt serieus al lekker dik. Och, ik ben benieuwd... hoeveel baby's eruit rollen, jongens. Want ik had een keer in de Sims 4-serie... had ik dat er drie kinderen gewoon uit haar buik kwamen. Wat gebeurde er met hem? Wat deed hij? Ik had mijn headset even af. Ik weet niet wat het voor geluid hij maakt. Dat moet ik terug horen. Holy shit, wat deed hij? Gaat zij het ook doen? Ben benieuwd. Dat wil ik zien. Ik wil het zien. Ik ben echt benieuwd. What the fuck? Is die zo pittig of zo? Wat gebeurt er met die freaking met het eten? Hier, pittig. Heet, het lijkt wel of je mond in brand staat. Maar niemand de brandweer heeft gebeld. Oh my god. Door wat? Door wat is het? Kunnen we het lezen nog? Door spookpeper te kijken. Spookpeper? Wat is spookpeper, jongens? Kan iemand mij uitleggen wat spookpeper is, alsjeblieft? Wat gaan we met het paard doen? Over nek wrijven. Oh, dat gaat zij weer doen. Wat gaan wij doen met dat paard? Gaan we dat ook doen? Schone hoeven. Gaan we dat nu doen? Oh my god. We kunnen een iglo gaan bouwen, jongens. Weet je wat we gaan doen? We gaan hier de aflevering eindigen. En we gaan morgen, of naar een andere keer, bij een nieuwe aflevering van de Sims 3 Exotisch Moord Eiland, gaan wij een iglo bouwen. Ik ben benieuwd
wat we allemaal nog gaan doen. We gaan letterlijk in het sneeuw spelen. Ik heb er zelf zin in. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je dit een leuke video vond, vergeet niet eventjes het duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe er eventjes nog steeds het duimpje omhoog. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer met een nieuwe aflevering van The Sims 3 Exodus Moord Island. Hier op Aldus Games of met een andere video. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk volgende keer weer. Bye bye.